Een zeer goede avond, dames en heren. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, ja, dan worden sprookjes voorgelezen. En dan groei je op en word je volwassen. En dan stopt dat. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes voor volwassenen, voor het slapen gaan. We zitten nog altijd live in de Joker in Antwerpen. En ik heb de geweldige Jens den Donker bij mij. Hallo. Jens, we hebben een sprookje te vertellen over een voorwerp. Ik heb de titel gekregen van het publiek. Er was eens een metronoom zonder gevoel voor ritme. Ah. Ja. Nou, ja. Goed, hier gaan we. Oké. Er was eens een metronoom zonder gevoel voor ritme. Oei, maat jongen, ik heb totaal geen gevoel voor ritme al. Hij was van Gent, de metronoom. En elke keer dat iemand hem op de piano zette om het ritme aan te geven, ging hij in plaats van... Wacht, sorry, op de piano zetten? Ja, op de piano. Tik, tik, tik voor het ritme, voor te spelen. Ah, een metronoom. Een metronoom. Ja. Ah, ja. Ik dacht zo van die... Ja, ja, ja. Nee. Oké, okay, ja, metronoom. Ja, ja, op de piano, tuurlijk. Ja, wat, ja. Wat dacht je? Zo die gigantische rotsblokken die zo kunnen... Eens, een meteoriet. Ja, nee, maar dus... Ja. Doet er niet toe. Maar ik heb het gevoel dat je in het sprookje ook nog een meteoriet gekomen. Ah, ja. Kan. Dus de vergissing is menselijk. En telkens als hij op de piano werd gezet om het ritme aan te geven, ging hij in plaats van tik, tik, ging hij tik, 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 tik. Je kon er geen kloten mee aanwenden. Enfin, hij had eigenlijk geen ritme. Effect. Hij had absoluut geen ritme. Nul ritme had hij. Dus... Wat dat problematisch is, hè, als je metronoom bent. Als metronoom. Dus... Je had beter voor boekhouder gestudeerd. Maar ja, mag dat niet zeggen. Nee? Dus hij werd ook direct buitengesmeten en hij belandde op de vuilnisbelt. Op de vuilnisbelt. Maar ja, had er nu... ik ga het zeggen, dat is... Mag dat niet zeggen, dat is allemaal niet meer politiek correct dag van vandaag. Maar dat is een beetje een achtergestelde regio, hè, de vuilnisbelt. Mag dat zeggen? Ja. Nee, fijn, het is onveilig. Ja. Het is een onveilige buurt. Ja, en er lagen daar nog dingen die waren weggegooid omdat ze niet meer werkten. Koelkasten. Hey, die niet koud werden. Die niet koud werden. Die niet koud werden? Ja, koelkasten die niet koud werden. Ah, ja, voilà. Die waren kapot. Dat is wel aan de vuilnisbelt. Afgedankte auto's stonden er ook. Televisies. Televisies, er lag een kapotte baseballbelt, ik weet niet hoeveel flessen, oude computers, het lag van alles. En ook een paar zigeunerkindjes die aan het zoeken waren naar eten. Maar goed, dat is niet belangrijk voor dit sprookje. En onze metronoom begon te praten met de koelkast. Ojo, maat, frigo, jongen. Maar hij was van Gent. Ja. Ja, zeg, wat is er? Ojo, maat, hij klapt lekker kwijt nu raar en al, jongen. Ja, ik kom helemaal niet uit deze regio. Ik kom uit Limburg. Ojo, maat, jongen. Ik dacht al heel veel. Maat, jongen, het friet veel smoort. Je bent heel aan het trippen, jongen. Maar nee, maat, jongen. Ja, nee. En van waar zei het dan? Ja, ik ben van Genk. Van Zwartberg in Genk. Van wat? Zwartberg in Genk. Ojo, maat, jongen. Daar was ik een koelkast, hè. Een mooie, coole kast, hè. Een wat? Ja, ik was een kei-coole kast. Een frigo, jongen. Ja, dat ken ik niet. Ik was een kei-coole gast, hè. Ah, iedereen die kwam langs en zei, jij zit een coole gast. Ja, ik weet het, hè. Ik was in feite niet zo'n cool feit, jongen. Ja, ik was kei-cool, maar dan ging mijn motor kapot, hè. Ja, en dan werd het niet meer koud. Ja, en dan hebben ze me weggedaan, hè. En daardoor ben ik hier beland, hè. Ik zweer, het is niet gemakkelijk. Ik ga één ding vertalen, hè, jongen. Maar ik word ook niet koud van u, jongen. Ik word gelijk super warm van u, jongen. Als ik naar u kijk, echt waar, ik zweer het, jongen. Pijs lijkt dat ik ga flauw van, jongen. Echt waar. Zeg maar, jij bent de leukste metronoom dat ik al ben tegengekomen, hè. Sorry? Ja, jij bent de leukste meteoriet. Nee, metronoom, meteoriet. Wat zei jij eigenlijk? Ja, weet ik zelf niet, jongen. Volgens mij zijn jij een metronoom. Volgens mij zijn jij een metronoom, hè. Maar wauw. Maar jij tikt zo lekker, hè. Wilt jij een keer tegen mij komen tikken? Ja, dat wil ik doen, ja. Nee, shit. Ja, jongen, dat wil ik een keer doen, jongen. En zo... Maar misschien moet dat hier niet doen. Misschien moet nog een keer afspreken. Ik weet niet, langs de kant van Noordoststraat of zo. Maar waarom zou je dat uitstellen, hè? Waarom stelt je uit wat je nu kunt hebben? Kom een keer hier. Ja, dat gaat wel een punt, ja.
En zo kroop onze metronoom tot tegen de ijskast. Kroop in de ijskast en begon zo tegen het, het dingetje, waar dat, het lampje zit, begon daar tegen te tikken. Tik, 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 tik. En telkens hij tegen dat lampje duwde, ging het lampje aan en uit, aan en uit, aan en uit, aan en uit. Oei, maat, dan mag je waar niet te veel flikkeren, want ben ik weet niet hoe elliptisch, jongen. Ja, ja, maar ik vind dat wel een leuk gevoel, hè. Kijk een keer, jij doet mijn lampje terugbranden, hè. Jij... Serieus, jongen? Ja. Ja, ik heb al heel lang niet meer gebrand voor iemand, hè. Ik zweer u, jij bent een geweldige metronoom. En zo kuste de metronoom met de koelkast. Maar echt, jongen, het was zo muilig waarvan daar een pijst van... Oh, jongen, ga een keer even in de wc's van Charles dat gaan doen, want deze trekt uit op je murl, maat. En ze kuste in een ritme en plots vond onze metronoom toch een bepaald ritme dat klikte met de koelkast. Het was vreewijs, echt waar. Ja. Als ik er nu aan terugpijs, en we zijn ondertussen lang, zijn we al samen ondertussen. Ja, dat is toch al wel 2 jaar. Hè. Ja. Ja. En echt waar, schoonste tijd van mijn leven nog gehad met deze hier. Mijn frigo, jongen. Hey? Ja, en ik ben nooit... Kom, ik hier dat ik u bezig heeft, jongen. En ze kuste weer al. En terwijl dat ze kuste, werd het ineens donkerder. En donkerder. En donkerder. En ze keken naar boven. En ze zagen een meteoriet naar beneden komen. En ze wisten, dit is ons laatste moment. Pijs dat we eraan hangen, jongen. Wilt jij nog 1 keer voor mij tikken? Tikken, jongen. Gewoon hier, een tik langs links. Een tikje langs rechts, jongen. En je weet niet wanneer dat komt, want je bent compleet geen ritme, jongen. En zo stierf onze metronoom en onze verliefde koelkast onder de inslag van een meteoriet. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat zelfs als je geen ritme hebt, je soms gewoon iemand vindt die een tegenritme geeft, waardoor je misschien toch soms in de maat kunt tikken. Slaap lekker. Jensen Donker!